En dan nu een experiment. Toen we begonnen met dit project, hoorde ik termen als data-gedreven onderwijs. En daar moesten we ze even uitleggen. Toen kwamen inderdaad de lijstjes. En toen moest ik, het eerste waar ik aan dacht, dat is bij mijn dochter op school. Iedere keer als ze wat hebben gedaan, dan krijgen ze zo'n papiertje, moeten ze invullen met smileys. Zo'n lachende smiley is dan blauw. Zo'n eentje met zo'n neutrale mond is dan groen. En rood, die kijkt boos. En dat betekent, ik vond het niet leuk. Ik dacht, daar moet ik iets mee doen. Hè? Dus we hebben inderdaad die stemkaarten voor de applicaties hiernaast. Daar kun je ook zo'n smiley aanvinken. Maar terwijl we hier staan te praten over het onderwijs, hebben we dus ook 4 docenten hier staan. Power to the people, dat zijn allemaal muzikanten die ook lesgeven. Sommigen gewoon bij de kinderen thuis, anderen zitten echt op de popacademie, conservatorium, allerlei plaatsen en zo. Daar zijn zij de leraar. Nou, ik denk niet dat jullie iedere muziek kwantificeren met smileys en dat soort dingen, maar dat gaan we nu wel met jullie doen. We gaan de leraar eens een keertje terugpakken met de smiley. Ja, en daar hebben we dus een aparte applicatie voor. Nou, misschien kan hij het beste zelf even uitleggen. Hier komt hij, dames en heren, een hartelijk applaus voor Reboot Life. Dit is Willem en de VJ die staat daar. En ja, Willem, vertel me wat je gaat doen. Nou, wat we hebben gedaan is, Reboot Life is een improvisatieproject waarbij de dirigent, in dit geval ik dus, een afstandsbediening heeft waarmee ik de kleuren die bij iedere muzikant op hun borst worden geprojecteerd. En als het licht dan ietsje dimt, dan zien we dat ook daadwerkelijk. Kijk, dat zijn de kleuren. Nu zijn ze allemaal rood, zo zijn ze allemaal groen en zo zijn ze allemaal blauw. Nou, dat kan ik ook afzonderlijk regelen. Rood betekent, je mag niet spelen. Je moet stil zijn, ik wil niet dat je meedoet. Groen, en dan mag de band meteen mee gaan spelen, maar dat betekent, je mag iets heel kleins doen. Dus ik begin nu bij de drummer. Doe maar iets kleins. We kunnen ook een beetje spelen met de drummer. Beetje gitaar erbij. Groen is een beetje doen, maar blauw is echt volledig meespelen. Je kan ze ook allemaal tegelijkertijd bedienen, dat is wel handig. En doen we even alleen toetsen. Thank you.
En zo zijn ze allemaal uit. Power to the people, Reboot Live. Goed.